Hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Nou, ik zit hier weer met Ron. En nog steeds eigenlijk. We gaan gewoon naar take 2. Ja, take 2. Ja, en we hebben zo'n interessant thema weer. Ik ben heel erg benieuwd, want Ron is levenswaarnemer. En ja, die heeft zoveel informatie te vertellen. Waar iedereen wat aan heeft. Maar we gaan het dus nu hebben over hoe je dus, wat mannen dus ook, niet alleen mannen, maar vrouwen hebben dat natuurlijk ook, bepaalde lage energieën of seksualiteit, wat ze ervaren en hoe je ook daarvan los kan komen. Dus nou Ron, vertel, hoe zit nou dat mannenstelsel in elkaar? Want wij vrouwen snappen daar nog niet heel veel van natuurlijk. Ja. Hoe werkt dat nou? Net als wat je wel eens over had, in de vorige video had je het er ook over. Hè? Als je gaat stappen, de mannen zitten te jagen. En dus een bepaalde frequentie waar je mee te maken hebt. Maar dat je het ook voelt, dat het op je drukt. Of dat ze je uitkleden met hun ogen. Of wat is dat toch? Met de loop der jaren ben ik er zelf een beetje wijzer op geworden. En even goed ben ik nog een kind, want ik leer nog alle dagen. Wat is dat? Wat ik al eerder aan jou had doorgegeven, dat is, ben ik ook later pas achtergekomen, er zijn gewoon mensen, we zitten in een dualiteit op een gramma ook, en de ene wordt in de donkere wereld, in een donkere omhulsel geboren, en de ander wordt in een lichtere omhulsel, en dat geeft zijn beweging door de wereld. En ik ben... Wat ik later heb geleerd van andere energieën. Maar uiteindelijk heb ik mijn eigen geboorte een beetje teruggezien. En van alles. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar ik ben in het neutrale geboren. Mm-hmm. Van jongs af aan. Mm-hmm. En als mensen... mensen zijn ook transformatoren. Als een spons, zeggen ze ook wel eens. Mm-hmm. En als mensen ruzie maakten. Ik voelde die velden te veel. Ruzie komt vaak van, waar heb je eigenlijk ruzie over? Het gaat tegenwoordig om geldzaken. Mm-hmm. Maar ook om van het ego. Ego wil aanvallen. Die wil slachtoffer zijn of verdedigen. Okay. Maar de vrije geest, ik gun jou het allerhoogste goed. Mm-hmm. En dan kan de andere allerhoogste goed bij elkaar komen. Mm-hmm. Dan kun je naast elkaar leven. En dan zijn er eigenlijk geen ruzies. Nee. Want in principe ga je dan een magnetisch veld krijgen wat samen beweegt. Want al gun ik jou al het allerbeste. Mm-hmm. En dan in relatievorm. Relaties zijn zo al. Ik vind dat iedereen vrij behoort te zijn. Mm-hmm. En vrij te bewegen. Niet vrij van iedereen. Want na een tijdje voelt het gewoon. Dan heb jij een lange tijd dezelfde reis. Mm-hmm. En dan voelt het gewoon. Dat je samen een pad bewandelt. Ja. Ja. En. Gewoon vrij in keuze, maar niet vrij met alles en niet allemaal. Ik kijk ook naar de mens, zeg maar. Een mens, ik heb een mannelijk lichaam, maar ik ben zo vrouwelijk en mannelijk in één. Ja. En uiteindelijk, dat is weer die plus en die min, man, vrouw, neutraliteit. Maar ik voel ook meer dat heel vaak mannen zie ik, dat mannen vaak met een vrouwelijke energie vertegenwoordigd hier worden. En een vrouw is vaak met mannenenergie vertegenwoordigd, maar wel met een vrouwelijk lichaam. Ja, en wat betekent dat dan precies? Dat is misschien even te groot, maar ik voel ook dat, de laatste tijd is er heel veel heling gaande op de baarmoeder. Mm-hmm. En al lig ik knuffelend tegen iemand aan, dan voel ik gewoon ook dat een man heb ook een baarmoeder eigenlijk. Want er is een man en vrouw, het is... Yin en Yang, maar onze vrouwelijke kant zit in de geestelijke wereld. Mm-hmm. En ik heb een mannelijke vertegenwoordiging hier ook. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, je uiterlijk is mannelijk. Ja, mijn uiterlijk is mannelijk. Ja. Toevallig heb deze in dit waar wij zitten, mm-hmm. Mannelijke kracht, heb iets meer kracht. Mm-hmm. En een vrouw is, klinkt raar, is meer voor het... zorgzame ook. En daarvoor kunnen... Dat is niet raar. Sommige mensen willen dat ook gelijk trekken. Maar we zijn niet gelijk. In de energie is het gewoon anders. Ja. En uiteindelijk is het ook een yin en yang. Want we gingen het over een beetje seksualiteit. Mm-hmm. Gingen we kijken. Mm-hmm. En spreken. Ja, en dan begin je uiteindelijk ga je ook over lage frequenties en hoge frequenties gaan spreken. En ik ben altijd best wel gevoelig geweest. Ik heb heel weinig relaties
gehad. Heb ze voordelen en nadelen, want het voelde wel naar een gemis vroeger, maar meer om een arm om je heen, maar niet zeg maar die driften. Van genegenheid. Maar ik snap de mensen ook nooit. Ik snap niet, ik heb nooit bijna geen ruzie in mijn systeem. Nee. En ik zie altijd in een relatie, zie ik de hele tijd, hebben ze ruzie in hun ding. Waar heb je eigenlijk ruzie over? Wrijvingen, ja. Ja, maar al ben je heel gevoelig, dan komen die wrijvingen komen in één keer uit het niets. Ja, ja, ja. Want heel vaak zijn, die heb ik wel geleerd, ik vind het wel mooi om te zeggen. Vrouwen die schieten heel vaak met kleine kogeltjes. De hele tijd af op een man. Elke keer van die kleine emotie dingetjes. Maar uiteindelijk een man die wordt geladen. En die uiteindelijk is het een wordt soort... Een bom. Wordt het een bom. En die explodeert één keer. En dan komt er zoveel energie uit. Van die bom. Dat er gewoon al die gedragingen en die energie. En dan komt die bij die vrouw die denkt van wat gebeurt er nou? Die krijgt al die energie. En je loopt 3 dagen loop je na te trillen. En je weet niet meer waar je moet zoeken. Omdat je zo'n lading energie hebt. En die man die denkt een half uur later. Die denkt van zo, dat is gelukt. Maar ik voel me eigenlijk weer een fris vogeltje. Maar dat komt omdat hij al die energie heeft weggelaten. Ja. Waarom zou dat dan continu zijn? Het is natuurlijk sowieso ego en een lage energie natuurlijk. Dat er altijd maar bekvechten is, zeg maar. Hè? Continu dat het spel om continu dat is, ruzie te moeten maken. Maar, het is, wat is dat? Ja, dat is natuurlijk niet iedereen, maar over het algemeen is dat natuurlijk wel vaak wat er gebeurt. Ja, met die ruzies. Maar uiteindelijk zijn het allemaal met slachtofferschappies van wat vaak bij de geboorte al begint. Mm-hmm. En ja, manipulatieve. Ja, waar een ego vast aan, jaloezie, slachtoffer zijn, aanvallen, verdedigen. En dan ga je ook weer kijken waar komt die verdedigingsmechanisme vandaan. En dan ga je dat uitpellen, dan komt het vaak door pijnen van wat in de jeugd is ontstaan. Mm-hmm. En ik noem er wat op. Ik had het wel mooi, een soort Sinterklaasfeest. Ik was bij mezelf, heb dat veel pijn gedaan. Omdat ik was al, ik weet nog dingen van toen ik 1 jaar of 3 was. Mm-hmm. En dan weet ik heel veel van die dingen. Maar mocht je vragen stellen. Mm-hmm. En dan mocht je een vraag stellen. Hoe oud bent u, Sinterklaas? Mm-hmm. Nou, dan kreeg je een antwoord. Ja, al heel oud. Ja, ik was al vrij wijs toen. Ja. Wijs, ook al als wijsheid. Ja. Want met rekenen en met school was ik op 8. Maar ik was wel heel erg op menselijk vlak. Ja, heel voelde wijs, ik. Ja. En toen dan zegt zo'n Sinterklaas, die zegt, ja, al meer dan 100 jaar. En mijn opa, die was begrafenisondernemer. Mm-hmm. En ik wist meteen, ja, 100 wetjes wat niet. Dus hoe kun jij nog zo wijs en praten? En meer dan 100 jaar. Mm-hmm. Nou, dan ging ik weer naar mijn moeder toe. Ging je daar verhaal halen van, hoe zit dat? Nee, dat gaat op zoon op zoon. Of zoon op vader op zoon. Ja. Nou, maar uiteindelijk kom je nog eens een keer bij de voetbal en denk je van, nou, deze Sinterklaas, die is heel anders. Ja. Dus ga je weer vragen, ja, er zijn soms hulp Sinterklaas. Nou, uiteindelijk ging het om. Deze leugens allemaal. Die leugens, maar uiteindelijk ging die cadeautjes, hoe komen die in huis? Nou, bij ons is het Fort Alcatraz, mijn ouders die gooien alle klinken neer. Schoorsteen is dicht, de ramen kun je niet in. Mm-hmm. Ja, die komen via de schoorsteen. Ik zeg, dat gaat niet lukken. Nee, dan ben je halverwege en dan stopt die. Ja. En dan de raam klinkt open. Ja. En ik zeg, ze hebben van overal sleutels. Nee, er zitten geen sleutels aan. Dus dan ga je allemaal weer die vragen stellen. Ja, uiteindelijk kom je erachter dat je ouders je continu een leugen hebben verteld. Ja. Maar een kind is bij, wanneer ze jong zijn, een kind heeft radertjes. Hmm. En die gaat op, het eerste wat ze doen is het aftasten in de energiewereld. Ja. Van hoe krijg ik dingen voor elkaar? Hoe werkt het? Mm. Daarna krijgen mensen een spreektaal. Dan gaan mensen praten. Wat eigenlijk, we hebben al een 99% geestelijke wereld. Het magnetisch veld vertelt alles. Maar dat zijn we ontleerd op een of andere manier. Ja. Veel ouders staan er niet bestil. Hè, dat ze hun kinderen zoveel leugens... Ze doen het voor hun best wil om zo'n cadeautjes. Dat vinden ze dan een leuk spel. Ja, maar ik zeg het niet. Hoor. Bij mij krijgt het de waarheid. Ik moet zo lachen. Want als ik dan gewoon zeg. Van, ja, nee, dat is gewoon een nep Sinterklaas. Het bestaat gewoon niet. Nee, hij bestaat wel. Hij wil het wel graag geloven, weet je wel. Cadeautjes. Maar we doen even goed aan cadeaus. Maar moet je kijken of er emotie eraan wordt gekoppeld. Want uiteindelijk komt de hebzucht. Ja. Want ik zat ook, ik was vroeger niet dat ik in één keer erin dook. Want mijn broer die was altijd al veel eerder was aan het kijken. Ja. En maar je krijgt hebzucht, je krijgt materialisme, wordt eraan gekoppeld. Er wordt allemaal van die... Om het ego te voeden, zeg maar. Ja, en dan kom je dan op latere leeftijd. Dan denk je van, jezus, waarom ben ik... Ja, ik heb nooit een jaloers gevoel gehad. Maar, maar waarom zie je mensen allemaal naar materialisme trekken? Mm-hmm. Als dan elk jaar nieuwe mode. Ja, ik moet met de mode meelopen. Dan denk je bij mij, waar gaat het over? Ja.
ik wil alleen maar leven in harmonie, maar waarom wordt alles zo ingevuld? Ja, ja, en het hele systeem zit in een groeiende mechanisme. Ja, en zoals met die kinderen ook. Het eerste wat ze voor elkaar krijgen, hoe krijg ik voor elkaar om dat koekje te pakken? Ja, 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 ja. En dan ga je met dat, dan heb je het voor elkaar. Dan denk je van, nou, als mijn moeder chagrijnig is, dan kan ik beter wel om een koekje vragen, want dan krijg ik hem eerder. Ja, ja, ja. En dan gaat het kindje gaat dat voelen. Ja, ja, maar uiteindelijk gaat hij ook voelen van, ja, er is een Sinterklaasfeest. Van, dat doet iedereen vreemd, want ondertussen zie je ouders, zie je... Oh, het kind mag niet zien dat ik het ingepakt heb en erop. Dus je ziet je eigenlijk in een kleine leugenaartje, zie je ze eromheen bewegen. Ja. En uiteindelijk, dat wil ik nog heen met mijn verhaal. Jezus. Ja, dat hoe je klein was, dat je daar best wel een ervaring van had. Ja, maar uiteindelijk, met die kinderen, die zie je continu een beetje dat aftasten. Maar omdat ze, uiteindelijk gaan ze zien... Of zitten ze in een leugentje en dan gaan ze naar de buitenwereld toe en dan denk je bij mij gewoon, hey, shit, sorry, maar daar heb je ook Sinterklaas lopen. Dan klopt mijn gevoel niet, dus ik moet mijn ratertjes aanpassen. Ja. Dus wat die kinderen doen is elke keer van, maar het enige waar je op moet vertrouwen is 100% op je ouders. Ja. En dan zeggen ze, ja, je kent niet alles wel. Nee, je hoeft ook nooit alles te vertellen. En je denkt van, oh, ome Sjaak heeft iets slecht gedaan, zit in de gevangenis. Je hoeft niet te vertellen wat hij gedaan heeft. Hij heeft wat stouts gedaan. Ja. Maar je, als kind zijn, dan moet je 100% eigenlijk de waarheid spreken. Ja. Of jouw visie dat je het niet beter weet. Hm. Maar als die gevoelsnaar weggaat, gaat het magnetisch veld weg. En, dan kunnen mensen elkaar niet meer vinden in het hart. Ja. En dan kijk je elkaar aan. Want als je in elkaars ogen kijken, dan voel je een ander energieveld. Ja. Maar wat doen ouderen en kinderen? Ze kunnen elkaar niet meer in de ogen kijken. Ze zeggen, ja, kijk me aan als je boos bent. Dan komt die duivels ogen. Ja. Dan zie je ze echt... Denk je, nou oké, ik moet maar. Ja, maar dan zie je eigenlijk dat het donkerte van beneden komt. En dan zie je ze ook ineens, dan zie je ze die ogen helemaal puilzwart soms. Ja, en denk bij mijn eigen van, hè? Ja. Hoe ken dat? Ja. Maar als je minder woede in je systeem hebt, en ik heb bijna nog nooit woede gehad... Ja. Dan zit je dat zo te bekijken. Ik denk van, waar komt die energie ineens vandaan? Want ik kan ook bijna niet boos worden op iemand. Nee. Ja, als ik echt boos word, maar dan voel ik in de energiewereld dat mijn energie van laag komt. Ja. Dan gaat, je wordt ook niet lekker ervan. Dus, dus je houdt jezelf natuurlijk ook in een harmonieus lichaam. Dat is natuurlijk eigenlijk ideaal. Hè? Ik zeg wel eens van, god, ze zouden eigenlijk van die halsbandjes moeten uitvinden. Die ze voor honden hebben om te blaffen, weet je wel. Die zouden eigenlijk voor mensen moeten uitvinden dat zodra je negatief denkt... gelijk afleert. Ja. Je gewoon een shock. Daar hebben ze tegenwoordig die mondkapjes voor. Want de mensen die toch niks meer in gedachtegang te vertellen hebben. Je bent met een mondkapje, met je mond gesnoerd. Ja. En daar leer je zelf niks van. Het komt ook geen wijs gesprek uit. Nee. Dus misschien is het dan wel een goeie dat andere mensen die zonder mondkapje lopen. Ja. Van je denken van, ja, jongens, het klopt niet helemaal hoe alles beweegt. Ja. Maar hoe zat dat nou met die mannen dan? Hè? Dat ze in die lust vaak zitten. Hoe kan dat? Dat mannen vaak in hun lust zitten. Dat is ook op een bepaald gedeelte dat ze hun eigen vrouwelijkheid hebben weggegooid. Okay. Er is ook een energie, zeg maar. Kijk, er zijn heel veel mannen, en ik had vroeger ook, dat je wel eens filmpjes kijkt en noem maar op. Mm-hmm. En uiteindelijk is het ook nog, dan zet je laptop open en dan gedachtegang van, hey, porno, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het is ook iets, het is een energieweggeving, maar het, 1% is stoffelijk in deze wereld, 99% is geestelijk. Mm-hmm. Dus er trekt energie aan mensen. Ja. En er trekken ook lage energieën, zeg maar. Want het is uiteindelijk, als een man en een vrouw seks met elkaar hebben. Mm-hmm. Ik heb het zelf gevoeld, eens een keer. Het was vrij laat dat ik lekker met een meisje bezig was. Mm-hmm. Maar dat er bij mij een automatisme door me heen ging. En dat ik aan de nectar van de vrouw aan het sabbelen was. En ik schrok daarvan. Maar doordat ik daar met mijn bewustzijn heen ging, van ik schrok van mezelf, wat voor energie eraan zit. Voelde ik zo die energie van me. En wat was dat voor energie dan? Nou ja, een beetje laagfrequent. Dierlijk. Dierlijk. Als je net naar die nectar vind ik van, wat gebeurt er? Er komt een automatisme. Mm-hmm. Het is niet met een hoge trilling, maar het is gewoon een hele lage trilling wat er door mij ging. En komt dat dan misschien door de dingen die je ziet? Hè? Dus zoals je zegt, mensen die porno kijken of in ieder geval wat. Je wordt natuurlijk geprogrammeerd met iets wat helemaal niet de werkelijkheid is. Hè? Want porno is totaal geen werkelijkheid. Nee. Dat is natuurlijk gewoon een zelfgezette
ja, lustdingen. Dus, en zou dat daar vandaan komen? Dat ja, je dan ook, denkt de van, mens, dat hoort zo? Of? Ja, de mens zijn is zo gigantisch geprogrammeerd door alleen maar... Het is heel bijzonder, zeg maar, naar een neutrale trek. Mm-hmm. Want uiteindelijk is het ook de reis die we mogen beleven. En dat je denkt, en uiteindelijk duurde bij mij... Ik vond het wel heel leuk met mijn ervaring dat ik ging wel eens met iemand op vakantie. Mm-hmm. En zij zag mij als een broer en zus uit een vorig leven. Okay. En die energie voelde ook zo. Ja. Maar toch, dan ga ik naar de zaalvoetbal toe. En dan denken de mannen, zij had een reis geboekt voor mij. Want ik deed wel klusjes in huis. Mm-hmm. En dan gaan er bij de zaalvoetbal zitten alle mannen van, nou, dat wordt even een weekje. Ja, ja, en ja, zelf ja, zit je er ook een beetje met je gedachten zit je er een beetje bij. Mm-hmm. En denk bij mij, en toen zij zei, ja, ik heb mijn tweelingstraal ontmoet. En ik wil niks met je. En dat vond ik, dan denk ik, nou, dan ging die gesprekken allemaal. Dan denk ik, maar zo gaat het wel altijd standaard. Maar, denk ik, oh, nou, dat wordt... Maar wat er ook dan mooi speelt eigenlijk in jezelf. Want dan, ja, we lagen wel op één bed. En uiteindelijk denk ik, van, oh, we gaan broer en zus. Maar dan blijft er even goed nog soms een energietje door je heen prikken van... Als man zijnde van... Ja, dan zitten we toch een beetje alleen op een kamer, zeg maar. Dan kunnen we toch wel een beetje... Friemelen en frummelen. Maar ik vond het zo prachtig mooi dat wij naast elkaar lagen. Maar dat die stemmetjes en die gevoelens en die energie... Mm-hmm. Waarom ken ik haar niet als mijn eigen zus zien? Ja, inderdaad. Waarom kan je niet gewoon die energie losmaken? Ja. Dat je dus niet altijd wat van moet, hè? Dat is zo'n rode aura, is dat. Maar wij hebben 6000 stemmetjes in ons hoofd. Mm-hmm. En ja, woorden de hele dag. En daarvan is het ook, ja, zijn het positieve woorden of negatieve. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk, jij bent de woordvoerder van duizenden stemmetjes van je lichaam. Ja. En voornamelijk de onderste chakra, zeg maar. Nou, er zitten lage velden aan verbonden. Mm-hmm. Wat er eigenlijk, ja, donker en licht aan elkaar wordt gecreëerd. Ja. En het mooiste is, ik heb niks tegen donker en licht. Uiteindelijk is het neutraal. Ja. Maar hoe ga je dan, hoe deed je dat dan? Dus, want er waren toch stemmetjes die dat toch je proberen te over te halen. Om toch alles te zien. Ik ging met andere dingen ging ik wel als mijn eigen programmeren dat ik geleerd had. Dat ik een gedachte in mijn mind nam. Mm-hmm. Dan neem ik hem mee naar mijn keel, naar mijn hart. En dan leed ik hem neutraliseren. En dan ging ik hem... overschrijven bijvoorbeeld. Oh, goed, ja. Dan vloeide die energie weg. Want dat zijn allemaal programma's van andere mensen, hun gedachten, wat eigenlijk mijn in mijn greep houdt, waar mijn energiewereld zich gaat vertegenwoordigen op bepaalde punten. Van je denkt van waarom komt Janky Doodles zeg maar om de hoek kijken? Of waarom heb mijn onderste chakra's, waarom hebben die opeens, willen ze opeens driftig worden? Ja, en dan zeg ik, ja, dat komt van het dierlijke instinct af. Ja, op zich, als je heel veel vlees eet, zeg maar, dood eigenlijk in je trekt, waardoor je eigenlijk met je onderlichaam naar de onderste werelds gaan. Ja. Dan heb je heel veel die driftenergie. Ja, zeg je wat, zeg. Interessant ook weer, hè? Ja, wij zijn allemaal vegan. Dus, Er zou veel meer een harmonie kunnen zijn. Want uiteindelijk is het ons vlees is geïnformeerd. Ja. Door eigenlijk onze hele koeiencyclus. Het is de boeren. Het is dus een satanische energie. En die koeien weten al dat ze doodgaan. Dus met hun bewustzijn worden ze eigenlijk helemaal in de donkere energie. Dus eigenlijk zijn die koeien die denken van... Van levensvreugde gaan ze erheen en denken... Je ziet de pijn in hun ogen. Want die ogen tekenen nog wel. Ja. Maar dat vlees, je stof, wordt helemaal geïnformeerd met die lage frequenties. Ja, 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 ja. En als jij die lage frequenties tot je neemt... En dan denk je, dan zit het in je lijf. Dan zit het in je lijf. Want je krijgt die informatie ook weer binnen. Dus en daardoor krijg jij weer die gedragingen en noem maar op. En als ik vroeger al... ging vlees eten en dan voelde ik altijd, ik voelde me zwaar. Ja. Voelde me sowieso. Lange verteerproces. Ja, lange verteer. Maar je had ook vroeger met Comet en dan denk je van Jezus, waarom gaat mijn emotie? Waarom heb je nergens zin in? Ik ga gezellig spelletjes doen. Je had geen zin. Ja. Omdat er zoveel lage energie, zeg maar, in je zat. Ja. En jij bent natuurlijk ook heel erg bewust van energie. Heel veel mensen die zijn zich totaal niet bewust, denk ik. Wat er nou echt om het te ontleden, wat er nou echt daadwerkelijk met hun gebeurt, volgens mij. Er gebeurt zo gigantisch. Ja. Ons lichaam is zo groot, maar al heb je dat, dat heb ik toen met bepaalde
meditaties en met bepaalde reizen en met bepaalde middelen, dan zie je ook ineens een andere energiewereld. En dan denk ik bij mij eigenlijk van, Jezus, alles is connected. Dus ons lichaam is bijvoorbeeld nu, zeg maar, als iedereen is een vortex van een yin en yang. Ja. En ons lichaam is continu, zeg maar, zich zo aan het vouwen. Ja. En uiteindelijk, kijk, jij bent een prachtige vrouw, zeg maar. Maar daar ken ik op een bepaald moment... Kun je in de persoonlijkheid stappen, zit je in de buitenverschillen en dan zit je eigenlijk in de schillen van de lage frequenties, seks, drugs en rock'n'roll. Maar uiteindelijk ga je steeds meer naar binnen, naar de binnenste puntjes van de matroeskapotje. En dan voel je eigenlijk, jij bent gelijk aan mij. Ja, ja, ja. En al zal er, natuurlijk kennen we erin spelen, want ik ben niet tegen het spel, zeg maar, van liefde bedrijven. Nee, maar, dat is anders. En sommige mensen zitten in de lage velden. En dan vind ik ook, al doe je het niet op mijn beurt. Ja. En, het is niet met dominantie, het is gewoon met een vloeiende energie, bedoel je. Nou ja, uiteindelijk ben je er voor elkaar om elkaar te helen. Ja. Wat voel jij? Wat gebeurt er? Ja. Want een vrouw kan opeens ook een mannelijke energie wat er opeens naar boven komt. Ja. En wat het spel van verleiden zijn de vrouwen wel goed in. Maar uiteindelijk is het ook van, of wijs je naar iemand. Nou, wij projecteren deze werkelijkheid. Mm-hmm. We nemen hem waar. En daarna ga je hem invullen via je mind, via de kubus. Mm-hmm. Wat allemaal ego dingetjes, lage frequenties. Mm-hmm. Want eigenlijk zit het in je lichaam niet helemaal in balans. Mm-hmm. Maar dan komt er een energieveld naar buiten die via de mind naar buiten wordt gestuurd. Waar vrouwen wel eens denken, is het mijn kleren worden? En dat, het wordt ook een, je ziet het ook in de persoon zelf. Hè? Al kijk je degene die echt... op lust uit zijn, die zie je gewoon ook die energie. Ja, je voelt het heel erg. En je voelt het. En dat wordt, maar dat is ook in de energiewereld. Je hebt een aura, hun hebben een aura. En die komen op een gegeven moment met de lage energie. En een vrouw denkt bij mij gewoon, wow, wat is dit? Ja. En hoe ik het bij mezelf zag, is eigenlijk, als je vanuit het neutrale veld bent, dan kom je bij mensen op hun pad. Maar sommige mensen hebben hun lessen nog te leren. En ik kwam met een, vaak naar mijn gevoel, een te hoge energieveld, waardoor ze konden hun eigen lagen niet. En daarin zag ik die mensen al spelletjes doen in hun mind. En dan gaan ze ruzie maken en dan gaan ze opeens anders doen, anders spreken. Ja. Dat is net zo goed bij jongens ook. Opeens komt er een mooie meid bij en opeens gaan we stoer doen. Dat meisjesgedrag. Ja. Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat? Natuurlijk zijn we natuurlijk allebei, man en vrouw. Is gewoon anders. Dat is gewoon. Hè? Ook al zijn we één in de geest, toch is de hormonen waar we aan zitten toch anders. Je ziet er niet voor niets anders uit als een vrouw. Een ander wezen. Mijn lichaam is geprogrammeerd. Dat is wel leuk. Een vrouw drijft volgens mij de chakras linksom en een man rechtsom. Oh. Maar het is ook. Die X en Y chromosoom. Het is de yin en yang, de magnetisme. Ja. Maar wij hebben in ons lichaam hebben wij ook een cel met een yin en yang plus en min. Ja, zo in het klein, in het groot. Ja. Het is alleen dat jullie een vertegenwoordigde vrouwenlichaam hebben. Maar wel jullie eigen yin en yangetjes. Ja. En je kent door het spel van het leven met man en vrouw. Kun je gewoon je eigen yin en yangetjes neutraliseren. Ja. Zodat je eigenlijk een soort van hoger op de ladder van bewustzijn kan komen. Ik wil niet in een hoge laag praten. Ja. Maar uiteindelijk kom je in de piramide, kom je bovenin, kom je in de koningskamer terecht. Ja. En uiteindelijk ben jij verticaal, heb je al je chakra's. En uiteindelijk gaan die chakra's die gaan samenvloeien. En daarin krijg je weer meer levels. En ik ben ook niet verlichtend, dat zeg ik ook, want ik leef... Je bent op weg naar verlichting. Ja, dus dat is dan ook goed. Je bent jezelf aan het verwerken. Maar wat uit verlichting is ook, de integratie van al je kleuren. Je hebt je eigen beauty en beast, heb iedereen in zich. Ja. Maar wanneer voel je welke energie komen? Maar wat zou je daar nou aan kunnen doen? Hè? Als mannen zich zo voelen. En vrouwen. Hè? Want je hebt natuurlijk inderdaad wat je zegt. Je hebt die vrouwen die heel erg met het verleiden continu bezig zijn. En daarmee manipuleren. Of kijken hoe die vrouw of die man. Het spel is natuurlijk ook heel leuk. Hè? Op bepaalde vlakken. Maar je hebt natuurlijk ook mannen die heel erg de energie proberen te trekken. Net als wat je zegt. Je hebt ook vrouwen die gewoon... je zien als platonisch en die niet verder willen, die dat gevoel ook niet hebben. Ja, maar het is en er zijn dan toch mannen die er bovenop lopen. Maar het is heel leuk, maar het is ook weer zo'n yin en yang spel. Hè? Iedereen heeft eigenlijk, dus je bent
langs mensen mm-hmm. die op jouw pad komen, mm-hmm. heb je wat uit te wisselen. En elke keer die yin en yang, een spelletje van, oh, je hebt nog wat ruzie, hè, meteen. Maar dat komt omdat jij niet terecht staat. Ja. En jij. En zo heb je ook in het seksueel gebied, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk een feestje wat je even goed nog op de aarde, wat het is ook weer een spel op zich. Ja. Maar uiteindelijk is het ook, ja, ben jij zelf niet in het neutrale echt aanwezig, ja, dan ga je in de verleiding, ga je weer met onder een beetje. Ja. Gaat een, als een meid helemaal dit een beetje doet en die gaat zelf in de meid, gaat ze er te veel in. Ja. Een tijdje zijn mensen weer bang om relaties te krijgen. Ja. En, wat zouden ze kunnen doen om dit op te lossen? Want het is natuurlijk continu chaos. Bewust worden van je eigen gevoelens, ja. je eigen gedachtes. Ja. Wij zijn heel veel gedachten, zijn wij niet. Nee. We zijn in principe de stilte. Ja. Waar de grootste kracht in. Maar ja, er is leven, er is brouwerij. Dus ja. er komen gedachten op. Ja. Ja, zijn die gedachten, zijn die van jezelf? Ja, daar moet je ook nog eens over nadenken. Zijn het allemaal programmeringen, zeg maar. Ja. Dus ja, gooi die elk lelijk woord die je over iemand anders hebt. Want ik, in wezen voel ik dat jij mij bent. Ja. En ik ben jou. Ja, dus alles wat ik over jou ga zeggen, ja. vertelt ook over mijn interpretatie. En ja. dat ik jou het hoogste licht misschien niet gun. Ja, ik snap je. Ja. En, maar je moet wel eerst weten van je eigen gedachtes. Ja. Van... wat doe ik iets aan? Waarom kom jij op mijn pad? Wat zijn mijn lessen bijvoorbeeld? En zo ben je continu aan het aftasten met, mm-hmm. met je eigen mind en met je gevoel. Mm-hmm. Van wat heb voor mensen bepaalde lessen op je pad? En soms gaan mensen gaan samen. En dus dan ga je eigenlijk van, ja, al denk ik bij me van, hé, lekker sletje. Van, maar dat is eigenlijk, wie is er dan aan het spreken? Is eigenlijk een hele lage energie van, kom even. Maar wat zouden ze dan kunnen doen? Want bewust worden van die gedragingen door je heen. Ja, oké. Maar hoe zetten ze dat dan om? Want ze zijn zich bewust dat ze dat zeggen. Maar wat gaan ze dan doen? Hoe zetten ze dat om naar iets anders? Nou, je kent sowieso. Ja, als ik lage frequent, dan zeg ik bij mezelf heel snel pure feit, pure feit, pure feit. Je woorden puur maken. Ja. Want die lage frequentie, het komt eigenlijk. Het beweegt door je heen. Het is ook nog onderdeel van jezelf vaak. Mm-hmm. En ik zie mezelf, ons lichaam, als een piramide. Ja, ga jij mediteren, is jouw hoofd tot je knieën is dezelfde schijnt als een piramide. Mm-hmm. Maar ze zeggen ook wel eens, ons lichaam is een heilige tempel. Mm-hmm. En dan ga je net met wat voor energie jij staat, zeg maar. Mm-hmm. Als je alcohol gaat drinken, dat betekent van al doe wel, body eating spirit. En wat is dat dan precies? Wat betekent? Eigenlijk doet alcohol, en ik zie het ook wel eens als een vrucht. Als een vrucht valt op de grond, mm-hmm. gaat er onderin, komt er gisten, maar mm-hmm. dan komt de alcohol. En dan komen eigenlijk de parasieten, die beginnen er doorheen te komen. Mm-hmm. Dus als jij een hoop alcohol drinkt, zet jij eigenlijk de butler, de geest, die denkt van maar je bent uiteindelijk niet meer bij geest. En de butler die denkt van, ja, zoek het uit. Ja, om ons heen hebben wij een heilige tempel. Nou, dus je aura, veld. Mm-hmm. En uiteindelijk laten we zelf energieën binnen. Maar als wij alcohol gaan drinken. Alcohol komt van een Arabisch woord. Van al-du-wel of zo. Dat betekent body eating spirit. Oh, dus als jij dus alcohol drinkt. Verdrijf je eigenlijk de geest. De butler, die denkt, en die, met alcohol ga je ook, feesten, en mm-hmm. alles is goed, poep, mm-hmm. dat taal. Ja. Maar we nodigen allemaal energieën in ons lichaam, demoontjes. Oh. En dat worden allemaal, wij zijn een vertegenwoordiger van duizenden stemmen. En die zitten allemaal in de lage frequenties. En alcohol, als de spirit niet aanwezig is, gaat het over seks, drugs en rock'n'roll. Mm-hmm. Niks wat daar mis mee is. Maar je kan het op een hoog frequent voeren en op een laag frequent. Mm-hmm. Nou, en ons hart zit normaal in het neutrale veld. Bovengedeelte is de lichtere wereld en beneden zit de donkere wereld. Mm-hmm. Ja, wil je het neutrale wereld, het goddelijke, waar het hoogste goed en wij het allerhoogste mm-hmm. goed. En dan voel je echt het liefdesveld. Mm-hmm. En anders komen die onderdrang, komt de lust naar boven. Zeg maar. Maar die komt er boven. Maar ja, dat vind ik ook wel een mooi altijd. Wanneer je een jointje gaat roken. Mm-hmm. Niet dat ik van, ja, ik heb alles een paar keer gedaan in mijn leven. Want mm-hmm. ik ken helemaal niet roken. En dan denk ik, kuchen. Maar dan moet je pure wiet roken. Mm-hmm. Want de Marlboro zit er energietjes aan. Van je denkt van, get verderi. Ja. Maar eigenlijk, wanneer je gaat roken, dan zit je eigenlijk jouw piramide zit je in een hogere sfeer.
En dan doe je eigenlijk de ramen en deuren doe je dicht. En dan eigenlijk voel je echt peace, relaxed. En je voel je eigenlijk goddelijk. Maar je bent afwezig in de buitenwereld. En je ogen gaan zich sluiten. Je zit allemaal een beetje scheef te kijken. En dan kan ik mensen meestal aanraden om dan zeg maar THC-olie te gaan gebruiken. Want dan gaat het eigenlijk in de buitenwanden. THC-olie trekt in je bloed. En dan wordt niet die kamer opgevuld. Maar het gaat in je bloed. In de bloed daar gaat de geest ook. Ja. En dat geeft een hoge frequentie. En hoe zit dat met THC? Oh, sorry, zo weinig weet ik er van. Hoe zit dat met THC? Want waar komt dat nou precies vandaan? Ja, het is van de marihuana plant, okay. Maar en je hebt CBD en je hebt THC. Maar alles ik ga best wel diep in het verhaal alles. Mm-hmm. Alles heeft te maken met plus en min en neutraal. Mm-hmm. Als een sinaasappel of even een tomaat bijvoorbeeld, mm-hmm. als die neutrale tomaten worden niet meer verkocht, die wild groeien eigenlijk. Mm-hmm. Die zijn uiteindelijk, hebben ze er een patentje op gezet. Mm-hmm. En dan geven ze opeens die tomaat een bepaald naampje, geven ze extra. Mm. En dan kan er een geldstroom opgekoppeld worden. Ja, want die zijn duur, jongen. De normale zaden, de goede zaden van goede tomaten zijn de duurste zaden ter wereld. Ja. Honderdduizenden euro's. Ja. Niet normaal meer. THC-olie zet je voornamelijk, het lichtveld zet je aan. En de emoties gaan weer meer stromen, waardoor ook mensen kunnen los worden gemaakt. En met de THC-olie, dan zet je eigenlijk, het mooiste zal zijn, al neem je dat tot je, dat dan je lichtveld straalt, je hebt geen mindcontrole meer. Mm-hmm. En je komt dan weer meer bij jezelf, te rust in jezelf. En wat er uiteindelijk dan gaat gebeuren, is dat je eigenlijk de controle van buiten ben je aan het wegdrukken. Mm-hmm. Maar als je te veel gaat nemen, dan heb je geen controle meer over je stoffelijk lichaam. Dan ga je ogen ballen zeven. Maar je moet eigenlijk onder een bepaald stoomheidsgebied zijn. Mm-hmm. En dan doe je eigenlijk een hoop licht tot je nemen. Ja. En uiteindelijk is het ook wel mooi dat het met volwassenen of moeders, als je borstvoeding geeft, geef jij ook levensenergie mee. Mm-hmm. En dat lijkt het meeste op de... Op cannabis eigenlijk. THC. Want er zit een endocannabinoïde zit erin. En dat zet eigenlijk jouw emoties zet het aan. En je levensenergie zet het aan. En een kind is vaak met tollende oogjes zijn ze aan het tollen. Maar ze zijn als stoned. En ze vallen als een roos in slaap. Want ze zijn stoned van de levensenergie. Ja, ja, ja. En waarom is die plant zo verboden? En zeker ook met olieën. Ja, waarom is dat verboden? Is dat verboden, THC? THC is voor de jointjes roken, zeg maar. Dus dat is in principe is dat verboden. Oh. Ze mogen het wel verkopen, zeg maar, tot een bepaalde hoeveelheid. Mm-hmm. Ja, dan is het ook wel de vraag van hoe komen zij via de achterdeur, hoe komt het binnen? Want dan, en zo en zo, is dat verboden? Er wordt een klein hoeveelheidje, wordt gedoogd. Maar dat is ook alles wat natuurlijk is, dat wordt eigenlijk illegaal gemaakt. Ja, ja. Paddenstoelen die heel veel kunnen helpen. Wordt illegaal gemaakt, omdat het eigenlijk de geest, de planten, de paddenstoelen die groeien, of de vruchten die in bos groeien, die groeien met een goddelijke geest. Er is geen menselijke energie aan veranderd. Ja. Dat is met emoto is dat wel heel mooi. Ja, ik vind het wel hakken met tak. Als jij een waterdruppeltje pakt, en jij pakt een waterdruppeltje met een pipet, dan lijken alle waterdruppeltjes van hetzelfde glas water lijken de jouwe op de jouwe en de mijne op de mijne. Ja, het is allemaal anders. Dus iedereen geeft een frequentie mee, maar alles wat door de goddelijke energie, de natuurlijke energie wordt gemaakt, heb een hele hoge frequentieveld, wat weer goed is voor jouw lichaam. Ja. Ja, want dat vind ik zo bizar ook inderdaad, wat illegaal gemaakt wordt en wat gewoon legaal gewoon overal groeit. Hè? Want waarom groeit marihuana niet overal meer gewoon vrij uit? Dat is natuurlijk gewoon verboden geworden. Ja, het is verboden. Maar kijk bijvoorbeeld naar de gevlekte scheerling. Dat is de meest giftige plant ter wereld en groeit gewoon in Nederland. Als je daar al één blaadje van eet, dan... ga je al dood. Maar dat groeit gewoon overal. En daar was ik echt van in shock. Dat gewoon in je tuin zou kunnen staan eventueel. Nee, waarom is dat niet verboden? Waarom groeit die gewoon overal? Terwijl die de marihuana plant ook genezend zou kunnen werken.
Dat is eigenlijk wel heel leuk, dat eigenlijk een mens is een handelsmodel. Een mens is een handelsmodel. En eigenlijk willen ze zo lang mogelijk levend houden. Want er zijn er nog zoveel mogelijk geldstroompjes bij. Ja. En eigenlijk dat plantje moet natuurlijk bijna weg. Want als jij heel makkelijk dood kan gaan door een bepaald plantje, dan... Ik kon het plantje nog niet. Nou, ik heb ermee te maken gehad. Ik ging dus, ingisteren. Daarom wist ik dat. Ik heb zo'n een appje op mijn telefoon. En dat heet Flora Incognita. En daar kan je ook overal foto's van maken. Hoe zo'n plant heet. Wat voor plant of bloem het eigenlijk is. Want ja, wat weet je nou van de natuur? Eigenlijk zo weinig. En je wordt er de hele dag mee geconfronteerd. Want ik weet niet eens hoe die boom heet. Ja, nu dan wel. Door dat ding. Maar ik weet niet eens hoe die boom heet, bij wijze van spreken. Die voor me in de tuin staat. Ik ging dus even naar het park. Een plantje. Want ja, nu in de winter zijn er natuurlijk niet heel veel. Maar daar was heel veel van dat plantje. Ik denk bij mezelf. Ik maak toch even een foto van dat plantje. Wat dat nou eigenlijk is. En of dat ook genezende werking heeft. Of vind het wel interessant om te weten. Spirituele betekenis erachter. En, snap je? Maar het staat allemaal in die app. Of het eten is, of je het kan koken. Of weet ik het allemaal. Dus toen stond er bij, het is de gevlekte scheerling. Maar ik had nog nooit ervan gehoord. Dus ik denk, nou, wat is het dan? Zeer, zeer giftig staat erbij. Weet je wat goed zal werken? Nou? Cellulit of koolstof. Ja, nou, ik heb dus eerst de huisartsenpost gebeld. Omdat ik moest weten of... het internet wel klopt, want ik heb het opgezocht. Wat is het nou eigenlijk? Zelfs, Socrates is ermee vermoord. Oh, ja, ik heb er nooit van gehoord. Nou ja, ik ook niet. Die hebben ze dus zo'n klein beetje, dat sap, dat is al dodelijk. Nou, het ziekenhuis had dan nog nooit van gehoord, terwijl het de giftigste plant ter wereld is. Ik vind, zoiets moet aangepakt worden. Ja, sowieso moet alle... Het is toch... Ja, maar het heette, sowieso heette onze onkruiden... Onkruid, ja, omdat het in de weg staat voor een bepaald systeem of zo. Ja. Daarom is het de onkruid gemaakt. Ja. Maar het zijn allemaal kruiden. Ik vind dat het Indianen, die nemen hun kind mee. Vroeger, daar hebben we een boek over gelezen, maar ook wel. Alles wat ze aten, dat lieten ze eerst ruiken. En als je dat bij jongs af aan al doet, dan weet jouw systeem meteen van... Nee. Ja, dat stonk ook. Ja, planten zijn heel... Ik ging het laatst ook, had iemand nog round up en die ging over planten heen sproeien. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, wat er... Ja, klinkt raar misschien, voor jou klinkt het niet raar, maar het creëert vortexies, iets met de dood te maken. Al ga je met je handen erboven, dan voel je gewoon allemaal vortexies naar beneden getrokken worden, zeg maar. Het wordt gewoon de dood, het bewustzijn, het leven wordt weggetrokken. Ja. Een heel mooi verhaal, want eigenlijk, jij weet ook, de dood bestaat niet. Nee. Het is alleen de geest met alle informatie, zeg maar. Want wij dus zijn onze lichaam aan het belichamen. Mm-hmm. En daarom wordt het is de stof en de ego's. Je bent al je matroeska-poppetjes aan het belichamen. En daarom zijn we ook lekker yin en yang. Zijn we dat spel aan het spelen met donker en licht. En het heb ook met seksuele driften. En uiteindelijk gaat de energie gaat anders bewegen in je lichaam. Ja, ze promoten een vaccin waar ook gewoon puur gif in zit. Dat denk ik echt van... Ja, misschien uiteindelijk is het ook wel grappig wat de laatste monnikentest wat wel eens gedeeld. We moeten een gifbeker drinken. Mm-hmm. En als dat gif, uiteindelijk is het van, heb jij nergens geen angst voor? Of jouw lichaam, er zit dus ook nog. Ja. In wat voor frequentie leef jij zelf? Ja. Al leef jij in een laag frequentieveld of in een hoog frequentieveld. Ja. Ja, de ene die kent wel een alcohol, die kan een krap drinken. Ja. En die is supersterk in de lage frequentie om op te staan. Ja. En de ene die... Je verandert gewoon in frequentiesysteem. Ja. En planten is ook een frequentiesysteem. Ja. Het werkt allemaal zo mooi. Kijk, waar ook helemaal nergens last van. Een voorbeeld ook, een Indianenstam. Ja. In Indianenstam zitten er, met een aantal zitten ze daar gewoon. Maar als iemand pijn hebt, doe mij pijnscheuten naar de buitenwereld. Mm. Uiteindelijk doen we een handoplegging, zeg maar, wat eigenlijk een plus en een min is, om het eigenlijk weer te neutraliseren, om het te verzachten. Ja. Om eigenlijk die pijnscheuten te stoppen en eigenlijk de pijn te stillen. Zie je? Maar uiteindelijk, de natuur vangt die pijnscheuten op. En je denkt van, hé, wij moeten even een plantje creëren. Dus meestal in de onkruiden, wat ze zeggen, in de kruiden om een huis heen, om een indianentooi heen, vindt zich vaak de medicijn voor een kwaaltje wat in de groep is. Ja. Het werkt nog zo mooier als zal er een geneesvrouw zijn die zou overleden zijn. Mm-hmm. Dan denkt iedereen in het bewustzijnsveld, we hebben geen geneesvrouw meer, help, help. Ja. Maar uiteindelijk, de energie pakt het op en die komt,
komt er een kind die geboren wordt met de energie van geneesvrouwen. Ja. Alles werkt in harmonie. Ja. Alleen de ego, die gooit de harmonie uit de wereld en het systeem. En we kunnen heel ver gaan met het ego om het uit harmonie te komen. Maar daarna gaan er godskrachten komen. En dat zijn wij zelf. We komen zelf tot een verstikking. En wij zijn zelf aan het resoneren, want we moeten weer ademhalen. Dus in de komende tijd staat te verwachten dat er een hoop DMT wordt aangemaakt. Ja, DMT. Een soort core particle, een hele hoge frequentie. Mm-hmm. Dat jij gewoon de lijnen bij mensen ziet. Van je denkt van, die zit in een laag veld, die voelt laag. En je denkt van, Jezus, wat trekt die een hoop energie bij me weg? Ja, maar hoe kan ook zo'n plant hier bijvoorbeeld groeien? Want ze zeggen, het was zeldzaam in Nederland. Maar waarschijnlijk door de kerosine en dat soort dingen is die plant steeds meer gaan groeien. Want daar haalt hij zijn kracht vandaan of zo, denk ik. De metalen en dat soort dingen komt op internet, hoor. Uiteindelijk, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Want, ga ik eerst een ander voorbeeld noemen. Er groeit vaak een plantje waar hele rijke mensen, waar het eigenlijk niet helemaal spuis is. Mm-hmm. Groeit er een daslook groeit vaak. Wat is dat? Daslook is een soort uiensoort. En die groeit eigenlijk bij frequenties. Heb ik ook weer van kruidenvrouwtjes gehoord en zo ben je gaan indoeken. Als het ergens niet pluis is, groeien ze bij mensen, bij boerderijen, ook bij grote herenhuizen. En er zijn straten in Bergen wat vol zit met daslook. Oh. En ik bij mij, heel vaak mensen groeien in een bepaalde energie. Ja. En die hebben vaak gedachtes van je denkt van de geest wil in wijvorm leven. Ja. Ik wil dat iedereen in vreugde leeft. Ja. Maar mensen die heel vaak met geld te maken hebben, die willen vaak in de ik-vorm leven. Ja, 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 ja. En daar gaat de buitenwereld op resoneren. Okay, en Nederland, dat hier een giftigste plantje beleeft. Ja, Nederland is het meeste van de ego best wel bijna het donkerste hol een beetje. Ja. Holy land, maar er is niks holy meer aan. Dus eigenlijk een soort, misschien denkt de natuur van, eet jullie dit plantje zoveel mogelijk, want des te eerder jullie doodgaan. Want wij zijn de moeder aarde aan het verpesten, de harmonie zijn wij aan het verstoren. Ja. Heftig hoor. Ik vond het ook heel interessant, want ik heb me altijd afgevraagd, in de hongerswinter met de Tweede Wereldoorlog of zo, waarom aten ze geen onkruid? Dan denk ik, er is toch ook nog genoeg groen in het wild, zeg maar, te vinden. Maar mijn vraag was direct beantwoord. Dat ik dacht van, je moet best wel uitkijken hoeveel giftige dingen er eigenlijk nog zijn. Maar het is eigenlijk best wel mooi. Dat eigenlijk zijn wij zo erg in de gevoel, zijn wij afgestompen van de natuur af. Ja. Want hoe kan een brandnetel, ga je de spirituele betekenis bij kijken. Voor wat voor darmen en noem maar op. Hoe werkt dat? Maar vroeger hadden ze geen internet, chirurgie en noem maar op. Ja. Maar uiteindelijk zie je overal boeken met informatie. Mm-hmm. Maar waar komt die informatie vandaan? Mm-hmm. Dat vruchtje toevallig helpt voor jouw rechterteen. Mm-hmm. Of ik noem het paardenbloemen. Dat is goed voor je lever. Mm-hmm. Maar de liefjes is goed voor de nieren en voor de magnesium. Ja. Maar dus vroeger waren mensen, al namen ze iets, de informatie van een madeliefje, dan voelden ze de energie precies gaan naar de orgaan die het nodig hebt. Ja, de natuur heeft zoveel, dat zei de arts ook, waar ik dan mee sprak. Ja, omdat ik natuurlijk die dat gifcentrum had gebeld. Dus die zei je hebt ook een plant die ook gewoon in jouw tuin kan groeien. Een dakau of zoiets achtigs, ik weet niet hoe het heette. Maar dat gebruiken ze dus veel als mensen een heel hoog hartritme hebben. Dus gewoon een 150 of zo, weet je wat. Dan graven ze dat plantje. Wel een beetje ervan. En dan brengt het je hartritme weer omlaag. Als je daar te veel van neemt, dan stopt het hart ermee. Maar alle medicijnen zijn gewoon uit de natuur natuurlijk gehaald. Ja, maar de stof is eruit gehaald. Ja. Niet de geest. Oké. En aspirine, zeg maar, die waren vroeger gemaakt van de knopwillig, van de willigentakken. Oh. Maar als jij een willigentakkie pakt, eigenlijk, je moet het in de energie zien. Je hebt net een dartbord. In het midden heb je de goddelijke energieveld. Mm-hmm. En die zit overal, zit die ook in de informatie. Maar als jij alleen de stof gaat wegnemen,
ga dat in jouw lichaam resoneren. Maar als jij iets, een medicijn van de natuur, daar de vrije geest nog doorheen beweegt. Mm-hmm. Want we hebben een ziekte, we hebben een gevecht in ons systeem. Mm-hmm. Een gevecht waar dualiteit heerst. Mm-hmm. En om die neutraal te maken, kan de natuur kan jou die trilling geven. Want eigenlijk, jij bent het wonder, maar de natuur is een hulpmiddel om jezelf weer in een hogere frequentie te laten resoneren. Ja, 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 ja. En alleen de natuur kan eigenlijk jou dat geven. Want het is ook, als jij ergens continu aan het plassen bent met urine, dan jij plas eigenlijk ook de stofjes uit die je nodig hebt. En dan komt vaak dan de onkruid komt groeien, wat jouw medicijn is. Wat interessant allemaal. Is die natuur toch fantastisch, hè, mensen? Echter, dan zal hij wel veel, ja, dat die plant steeds meer gaat groeien. Want eerst stond hij heel veel langs snelwegen. En vroeger was hij zelden te vinden in Nederland. Maar wel in Europa, dus een Europese plant. Ja. En nu is hij steeds veel meer aan het verspreiden. Dus wat jij zegt, het zal wel ermee te maken hebben dat er veel gif qua bewustzijn hier heerst. Ja, ja, zeker. Alles werkt in harmonie. Want zijn kinderen die maken daar dus blaaspijpjes van. En die willen dan dingen er doorheen schieten, weet je wel. En die vallen dood neer natuurlijk. Zwaar giftig, die plant. Ja, het is, ik sta me niet versteld dat dat komt. Ja. Dat is net zo goed als wat is eigenlijk de beste medicijn voor de meesten. Nou, wat voor onkruid groeit, het groeit het meeste. Ja, ja, en dan zie je bijna overal brandnetel groeien. Ja, 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 ja. En waarom is dat dan brandnetel? Brandnetel, nou ga je kijken wat dat allemaal doet in je systeem. Mm-hmm. Detox, maar het voornaamste is ook omdat wij zoveel niet lichaams-eigen stoffen tot ons nemen. Mm-hmm. Wat gemaakt is in de niet-natuurlijke energievelden. Mm-hmm. Dan als wij dat donkerte tot ons nemen, dat trekt een dualiteit ook weer ons lichaam in. Ja, ja. Daar is brandnetel een hele goede detox, maar die heeft nog meer krachtige waardes. Maar daardoor is ook zeoliet bijvoorbeeld. Wat is zeoliet? Norit. Ja. Ken je dat? Ja, norit is eigenlijk, dat is koolstof en dat ligt dicht bij de dood. Wat betekent dat? Ja, eigenlijk, het is wel pikzwart. Echt, ja, pikzwart, ja, het is koolstof. Oké, ja. Het komt eigenlijk, je hebt te maken met leven en dood. En hoogfrequent leven en laagfrequent leven. Alles is een magneetwerking. En dat is net waar mensen aan verbonden zitten. Niks is goed, dus niks is kwaad. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat tussen de plus en de min in het neutrale veld het meest enthousiasme energieveld is. Maar als er iets, koolstof, dat onttrekt, dat trekt energie aan, zeg maar, die dood, omdat het ook al dood is, ik weet het niet helemaal, maar dat is net zo goed als zeoliet, die omkapselt niet lichaams-eigen cellen, en dat trekt het eruit. Dus als vroeger al was je ziek, dan had je eigenlijk donkere energieën in je lichaam, grote conflicten, en uiteindelijk nam je een kleikuur, en dat dan detox je eigenlijk. De shit uit je lichaam. Dus het is eigenlijk een detox. Klopt, maar koolstof, dat trekt dus. Koolstof is eigenlijk heel erg min. En die gif is volgens mij dan heel erg plus. Dat trekt als een magneet, trekt die dat mee. Dus het is eigenlijk altijd wel handig als ouder om zo'n ding in huis te hebben, Norit of zoiets. Want ik had er nooit van gehoord. Ja, mijn moeder zei van ja, dat had het gebruikt. Dus vroeger was een heel oud middeltje. Allemaal in een huis hadden ze dat. Als ze kinderen vergiftigingen hadden, weet ik veel wat ze gereed hadden. Je ziet ook wel eens in films. In films zeggen meer waarheid. Mm-hmm. Zeg maar, dan hadden ze gif tot hem genomen. En dan eten ze koolstof te kauwen. Ja, want je kan ook je schildklier trainen. Hè? Dat doen veel yogis. Die kunnen gewoon puur gif drinken. Dan kun je schildklier trainen. En dan kun je dat dus. Want je schildklier zorgt voor je temperatuur en alles. En ook voor je neutralisatie van je lichaam. Ja, het is heel leuk. Want je kan, als je in jouw lichaam helemaal in het natuurlijke staat. Mm-hmm. Dus in het midden van dat bord bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb wel eens over hete kolen heen gelopen. En dan kom je in een soort meditatieve stand. En dan zit je een soort in een goddelijke energie. Maar dan kun jij gewoon over hete kolen lopen. En ik heb het ook wel eens gedaan toen ik eens een keer een biertje op. En ik denk, ik zag wat in Bosnië, Tsjechische, zag ik dat doen. En ik denk, heb ik eerder een paar keer gedaan. Dat ken ik nu ook wel. En dan ben je halverwege. En met een gedachtegang van, dat is warm. Ja. Dan begint, dan kan je, eigenlijk pak je dan aan als warmte. En je verbrandt je voeten. Ja. En nu zie je er gewoon in de buitenwereld de grote dualen.
Ja. Waar je denkt van, ja, het is zo eng. Er is nou een avondklok, want er is zoveel donkerte in de weg. Ja. De donkerte is alleen maar in onze met zoveel gif van de mind. Ja. En wel grappig dat er dan een gifplantje groeit, want een bijzonder spel als u op een ander veld naar kijkt. Dat dacht ik ook, wat is dit, weet je wel? Ik denk, hoe is het mogelijk dat ze hier een lockdown doen voor een corona waar 0,05% mensen aan overleden, terwijl hier gewoon puur gif gewoon rond zit. Waar je gewoon tussendoor wandelt. Maar dat komt omdat iedereen zit verbonden aan de leugen. Ja. En de leugen is eigenlijk dat jij een geldsysteem buiten het goddelijke harmonieveld ombeweegt. En onze vertegenwoordigers die zijn er alleen maar om dit systeem te dragen. Mm. Ja. En dat wordt door geld en door macht en door een leugen. Want uiteindelijk hebben ze van alles hebben ze eigenlijk de natuur nagemaakt. Maar iedereen weet dat je de natuur niet na kan maken. Mm. Want je mist de geestelijke wereld. Ja, absoluut. Dus proberen ze natuurlijk te imiteren. Maar dat is dus een leugenmodel waar iedereen aan gekoppeld zit. Ja. Met hun werk, met een school. Het onderwerp is niet helemaal aangehaald. We gaan weer van hak op de tak over. We vliegen van alles. We zouden eigenlijk nog heel veel meer vertellen over de frequenties. En waarom het dan in een lage frequentie zit. Waarom zit een man dan in zo'n lage frequentie? Niet alle mannen, maar... Oergevoel, oerontsteking. Want bij man is ook vaak is alles in een... Ja, bij vrouwen ook. Maar seks is vies. En er wordt natuurlijk... Er wordt continu... En dan wordt het eigenlijk schuw, zit de mannelijke geslacht in een vreemde omgeving, zeg maar. Want eigenlijk wil hij met zijn vol glorie bijvoorbeeld. Maar dat is een energieuitwisseling. En er zit ook gedachten. Want een man, bij sommigen zijn het, is het heel normaal, zeg maar, dat een man een stijve krijgt. Maar er gaat schuldgevoel in gedachten eroverheen. Want je moest hem altijd wegstoppen bijvoorbeeld, door ouders, door de patronen. Dus er zit zoveel gevoelens zitten eraan gekoppeld. Ja. Maar een man is een gever. Ja. En een vrouw is een ontvanger. Okay. Een plus en min. En dat is eigenlijk een yin en yang. In het midden kun je weer een heel goddelijk proces meemaken. Ja, maar als die man, dus vond ik even interessant, dus die stijf krijgt, zit er al gelijk schuldgevoel bij. Er zit van alles. Er zit blijdschap. Er zit een oergevoel van ik wil wel aanwezig zijn. Maar er zit zoveel schuldgevoel. Er zit van alles achter. Maar wordt hij door het donker te gedragen? Hm. Heb je een donkere energie? Een vrouw die open staat, die krijgt de energie binnen van heel veel onschuldigen. En dan heb je hebt een tijdje een samensmelting. Ja. En dan heb je een samensmelting met iemand die depressief in het leven staat. Krijg je bijvoorbeeld die energie, krijg je ook een tijdje tot je. En dan heel vaak. En bij vrouwen gebeurt er ook heel veel natuurlijk. Weet je, je wordt natuurlijk allebei, man en vrouw, op een bepaalde manier opgevoed. Ja. Hoe je dus met seksualiteit omgaat. En veel is natuurlijk taboe. Vooral omdat je zo jong bent, wil je dat ook natuurlijk niet. Dat je kind rare fratsen of zo heeft. En vooral wat ze nu allemaal willen op die scholen. Dat de seksuele voorlichten komen pieren. En dat ze al de gekste dingen willen. Dus er wordt zo uit zijn verband alles getrokken. Dus ik snap ook wel dat men zich helemaal niet meer op hun gemak voelt wat seksualiteit betreft. Dat er veel, wat je zegt, ook veel verschillende mixed feelings bij komen. Hè? Ja, het is ook hoe klein en hoe groot we er weer naar kijken. Ja. Want dat komt ook niet zomaar op je pad. Ja. Dat jij opeens met mensen, zeg maar, het onderdanige gevoel. Ja. Maar dat is eigenlijk omdat die ander, je hebt er ook wel van te zeggen. En dan krijg je weer slachtoffergedrag. Ja. En krijg je die mechanismen, spelletjes weer. Dat is, we zijn eigenlijk continu zijn we zo aan het kijken met mensen. En dan komen die mensen op je pad, maar voel je er niet meer goed mee, dan komen zulke mensen ook niet meer op je pad. Ja. Dus wij hebben continu in onze lichaam, hebben wij ook nog dingen op te lossen. Ja. En uiteindelijk komt die personen komen op je pad. Ja. Dus je bent slachtoffer en dader. Ja. En je hebt gewoon meerdere slagvolk. Dus je zegt altijd, het komt, sommige dingen komen niet zomaar op je pad. Ik wil daar ook heel graag nog meer over gaan vertellen in de volgende keer. Maar hoe je eigenlijk bent opgevoed, dat seksualiteit, hoe jou geleerd is in deze wereld, is totaal niet hoe het hoort. Totaal niet. Maar het is wel... Het is echt ver weg van de harmonie. Maar het is ook de hele buitenwereld, wat een projectieveld is, met ook al continu een man-vrouw situatie. Ja.
een plus- en een minpool. En vaak zijn de mind is ook nog een plus en een min. Dat ja. ze vaak nog wat uit hebben gevochten. Ja. Dus het is een groeiproces. Ja, maar net als de vrouw wordt bijvoorbeeld geleerd, weet je wel, over het algemeen. Als je ouder bent en je bent getrouwd of je gaat een relatie aan. Van nou, geef die man maar genoeg, want anders gaat hij vreemd. Dat is wat heel veel gezegd wordt. En dus wat gaat de vrouw doen? Die doet dan alsof ze zo een zin heeft, terwijl ze eigenlijk geen zin heeft. Dus je bent eigenlijk een slaaf van je relatie. Ja, en van je gevoel. Want uiteindelijk is het... Je durft niet nee te zeggen, want die man zegt dan ook... Ja, dan komt dat jij me niet genoeg geeft. Dat hoor je ook vaak, hè. Want veel cliënten werken ook veel over hoe dat dan werkt. Ja, het is een heel leuk spelletje wat er gespeeld wordt. Want het is van je mind en je gevoel en van wat je denkt, hoe het hoort. Ja. Dat uiteindelijk moet je alleen je gevoel volgen en dan voelt het goed... Ja. Maar heel vaak heb je de dag daarna, de ego gaat weer afrekenen. Ja. Ik heb me weer gedaan wat ik niet wilde doen. Of er zaten nog emoties. Van, ja, en dan ga slaaf, je weer. Ja, slaaf, maar slachtofferschap. Ja. Wat een vrouw mag wel gewoon zeggen. Maar we komen, de wereld komt van een mannelijke energie vandaan. Dat is een beetje opgebouwd. En de vrouwen mogen meer gaan staan om ook in harmonie te gaan staan. Maar niet uit. Uit boosheid, zeg maar, dat ze er weer van, we gaan de man gaan onderdanen, want anders komen de mannen komen weer, komen weer terug. Maar dat is echt communicatie, is zo belangrijk. Het is een samenspel. Ja. En uiteindelijk, en dat zie je bij vogels mooi, wanneer ze in een grote bos vliegen, dan hebben ze een magnetisch veld. Ja. Maar dat is bij een man en vrouw, al ben je helemaal het neutrale, gaat er een magnetisch veld, gaat het zich afspelen. Ja. En dan voel je gewoon klonk en dan denk ik bij mij gewoon, hé. Ja. En dat is een hele andere manier dan dat je met het ego seks gaat hebben. Want dan is het alleen maar van, er komt even mannelijke energie. Ja, dus even snel. Even snel. Ja. En het is weg. En die ene energie is weg. Een vrouw zit vaak nog, die heeft heel veel energie gekregen. Want die zit helemaal vol met ook negatieve energietjes. Wat er bijvoorbeeld ook aangekoppeld is met de eigen programmeringen. Dat speelt allemaal. Dus en een man die denkt van... Ik heb een lozing gehad, mijn antenne is leeg en maar dan mijn seksgevoel is weg. Omdat het wordt ook allemaal meegenomen weer uit het veld. Ja. Het werkt zo bijzonder. Ja. En dan ben je er allemaal alert van. Dan denk je, mensen zeggen wel eens, je bent gek. Maar dat is gewoon, omdat ik ben zo gigantisch gevoelig, een gevoelig persoon. En ik heb al die gevoelswereldjes, ben ik naar het kijken geweest. Je bent gewoon aan het onderzoeken wat je allemaal voelt, Ja. Dat is toch juist fantastisch, want dan kan je ook veel beter aansluiten op je partner. En je partner kan weer beter, als ze dat ook doet, ook beter aansluiten op jou. En dan ben je in harmonie. En als je echt iemand hebt, en dat is soms een soort tweelingstraal, is wel mooi, maar dan is het een magnetische werking. En dan weet de ander precies wat zij moet gaan doen, of waar je iemand moet aanraken, of... Je voelt gewoon met je vingers, dan al druk je op dit plekje. Ja. Zeg maar, het hoeft maar op je rug te zijn, achter je oren. Ja. Dan voel je het hele veld voel je bij mensen van binnen en zo naar buiten toe. Ja. Dan zie je, het is een lichtveld. Het orgasmeveld is het mannelijke en het vrouwelijke. En dan, de duimen komen bij elkaar, dan komt yin en yang komt bij elkaar. En het neutraal veld ontstaat. En dat kiest uiteindelijk in de dualiteit te willen. Ja. Dat er een zwarte omhulsel omgeheid of een witte. Als sommige vloepen door. En die komen worden in het neutrale gebeuren. Ja. Emoties zeggen je wat. En naar die emoties. Dan mag iedereen even naar gaan kijken. Ja. Van wat geeft die emotie. Geeft me lol of geeft het me pijn. En dan, want elke emotie. Het is niet druk ze weg. Want dan ben je eigenlijk. Dan laat je over je heen. En elke emotie zegt van. Dit vind ik niet fijn. Ja. Dit vind ik niet goed. Dit is niet in balans. Ook doet het slachtofferschap. Nee, iedereen is gelijk. Ja, maar er zijn heel veel effecten in een relatie. Hè? Kijk wat er dan gebeurt als je bijvoorbeeld je zo voelt. Als je als vrouw je voelt dat jij het maar moet geven, want anders. Ja, maar dan is die een relatie al niet in balans. Dat is niet in balans. Maar wat gebeurt er dan? Zo'n vrouw gaat zich afkeren van zo'n man. Ja. Dus op den duur gaat ze er ineens voor staan. Dan denkt ze, wacht eens eventjes, niet verder dan dit. Want ineens beseft ze wat hier gebeurt. Weet je wel? Dan gaat zo'n vrouw natuurlijk zeggen, ik wil helemaal niks, geen seks meer met jou. Ja. Ik wil geen gemeenschap meer. En dan gaat zo'n man, die begrijpt daar niks van. Die denkt, hoe zit dat nou? Weet je wel? Hoe kan nou, zij niks meer van mij willen? Houdt ze dan niet meer van mij? En dan komt er natuurlijk weer dat hij denkt, er is misschien een ander. Ja. Of ze geeft me geen aandacht meer. Dan komt die man weer in een hele rollercoaster. Die snapt het niet, ook al legt de vrouw het uit. Want de man heeft gewoon die drift.
Ja, hoeft niet per se. Maar ja, dat is over het algemeen. Nou, in een relatie hebben ze een drift, weet je wel. En natuurlijk zijn er ook mannen die dan geen drift hebben. Dan denkt die vrouw van, hoe zit dat nou? Die heb je ook. Het is een plus en min spelletje. Ja. En als het heel vaak het neutrale is, dan voelt, dan kan het al goddelijk voelen. Ja. En dan, maar uiteindelijk, ja, je kan er weer in spelen, zeg maar. Dat je denkt van, je geeft elkaar wat. En uiteindelijk wil je gelijk behandeld worden. Ja. Maar er is altijd in gevoel en vertrouwen is er een onbalans waardoor mensen weer zo gaan denken. En dan denk je van die ander van, hé, wat is wat. Maar ja, dat is communicatie met gevoel. Daar zit de sleutel in. Ja, daarom mensen moeten gewoon veel beter met elkaar gaan praten daarover. En je moet ook naar elkaar luisteren. En ja, als die man dat zo voelt, als dat te veel van is, van die drift. Een vrouw kan niet altijd maar zeggen, dan moet dat maar, dan doe ik het wel voor je. Dat kan niet. Dus hoe gaat die man dan die drift verminderen? Dan is het eigenlijk van, waar komt die drift vandaan? Ja. En dan ga je bij jezelf zeggen, er gaan demonische energieën eigenlijk, er gaan laagfrequente energieën, die zullen dwangneurose kunnen zijn? Van alles. Ja. Maar dat ligt eigenlijk in de stof, heb je ego opgebouwd. Mm-hmm. En daar zitten heel veel angsten en spanningsvelden aan verbonden. Ja. Maar uiteindelijk is het, die driftbui die komt ergens vandaan. Ja. Eigenlijk, als je echt in harmonie bent, dan gun je elkaar het allerhoogste, zeg maar. Dan gun je het elkaar en dan kan het eigenlijk ook een heel hoog goddelijk spel worden. Ja, maar dan heb je een hele andere... Seksuele contacten. Inderdaad, dat is heel anders. En die anderen zijn nog in de stoffelijke wereld. Ja. Zijn ze eigenlijk in vertrouwen, omdat ze elkaar niet recht durven aan te kijken. Ja. Want kijk elkaar maar eens 5 minuten recht aan. Ja. 5 minuten in de ogen. Ja. Dan komt het liefdesveld, dan komt de zielencontact. Dan gaat het hartscontact gaat open. Gaan die donkere gedachten weg. En dan wil je eigenlijk alleen maar die knuffel. Ja. En dat is dat flirten, hè, wat mensen ook graag doen. Flirten gaat heel vaak stiekem en noem maar op. Maar dat is een beetje een spel. Maar dat je oogcontact, daar begint het eigenlijk mee. Hè? Dat je dan dat gevoel voelt. Dat je denkt, persoon is leuk. Ja, maar met ogen maak je zielscontact. Ja. En daar zit je wezen. Maar heel veel mensen die niet de waarheid durven, die gaan je recht aankijken. En die zie je ze gewoon wegduiken. Ja. Want de kracht wordt te hoog. Mm. Al ga jij nu, met die corona gebeuren, dan kijk je iemand recht in zijn ogen. Mm. Zo'n agent, ze verschuiven zich achter de regel. Maar ze kunnen niet, ogen liegen niet. Nee. En dat heb je in alle velden, heb je dat. Zeg maar, als man en vrouw, die hebben wat uit te vechten met elkaar. Ja, het is allemaal nemen en geven. Ja, maar uiteindelijk denk je van, zoals ik na een tijdje, en de meeste mensen die hoger zijn, ik ben jou en jij bij mij. Dus ik gun jou het allerhoogste. Dus al zal ik negatieve gedachten naar jou toe projecteren, gun ik jou niet het allerhoogste. Nee. En dat behoort bij iemand anders ook. En relaties gaan ook wel een stuk, omdat je elkaar niet het allerhoogste gunt. Ja, je moet een beter mens van elkaar willen maken. Ja. En sommige mensen die zitten nog een beetje gevangen in bepaalde kelders in de energie, want die wilden nog even de seks, drugs en rock'n'roll helemaal uitleven. Ja. En uiteindelijk denken ze, het enige wat ik eigenlijk wil is die ene arm die vanuit neutraal komt, vanuit liefde. Ja. Maar ze hebben nog wat uit te leven in de dualiteit. In de dualiteitenwereld. En niks. Sommige mensen die staan er wel als een lampje en die staan er licht te geven, want die doen het wel met iedereen vanuit harmonie, maar sommigen doen het alleen maar om echt de drift en die energie. Mijn werk, stress, en die pomp alles even weg. Ja. Dan is alles naar de vrouw gegeven en de vrouw heelt. Dus dan komt het in de baan en dan is het poep en dan wordt die energieën worden weer terug naar het goddelijke gebracht. Okay. En de man, die hebben ook wel met een kijk op de wereld, maar zo op een vrouw dat ook. Ja. Maar jullie energie zit aan de andere kant. Ja. Maar ik heb zelf een bioanalyse apparaat. Ja. En ik heb een pagina Gezond van Toen. Mm-hmm. En daar verkoop ik wat natuurlijke middeltjes. Ja. En ik vind altijd, er is medici en de natuur, het kan naast elkaar werken. En ik ben voornamelijk een brugverbinding. Want ik zit dan ceoliet, wat tegenwoordig al illegaal wordt, kolodial zilver. Mm-hmm. Wat dan niet illegaal wordt. Maar ze kunnen eigenlijk iets niet illegaal. Ja, ze kunnen iets illegaal maken, maar dat is eigenlijk, de natuur is illegaal. Ja. Want dat kunnen ze niet patenteren. Nee. Kijk, ik heb niks met
technologie, het kennen in harmonie, maar dat wordt elke keer tegen ons gebruikt. En dat is met alles. Ja. Dit systeem wordt tegen ons gebruikt. Tegen de geest. Ron die heeft dus super middeltjes en hij heeft super veel te vertellen over het lichaam. Nou, jullie hebben al veel gehoord natuurlijk wat de kennis van Ron allemaal is. Nou, dat is nog maar een klein procent wat we hier kwijt kunnen. Maar hij heeft dus een website. Ik zet het allemaal in de beschrijving van de video. Gezond van Toen heet het. Gezondvantoen.nl. En daar ook een Facebookpagina. Daar doe ik. Ik doe eigenlijk niet veel met mijn website, want ik vind. En hij heeft ook een Facebookpagina. Ik zet alles in de beschrijving. Dus neem gerust contact op met Ron. Ja, en weet je, zit je ergens mee, joh. Ron, die kan je precies uitleggen in wat voor frequentie of energieveld je zit. Want je hebt ook een bioanalyseapparaat. En daar kan hij ook heel veel mee. Nou, je zal het allemaal kunnen lezen en kunnen vinden bij hem op zijn website of op de pagina van Facebook. Nou Ron, ik wil je weer hartelijk bedanken voor deze super informatie allemaal. En ik zie je heel graag wel weer terug. Ja, dat komt zeker goed. Ja. Sowieso is het open gesprekken en alles mag gesproken worden, alles mag er zijn. Ja. Dat geeft energie. Een mooie sfeer, dat geeft energie, dat is een uitwisseling. Ja, dat is helend ook hè. Ja, dat is helend, ja. Ja, dat is helend. En dat moeten we veel meer doen. Mensen moeten veel meer communiceren met elkaar en op een niveau dat het een wisselwerking is, hè? Dat je geeft en ontvangt. En dat alles gesproken mag worden. Ja, en inderdaad, dat het geen taboe is. En dat is ook in relaties zo, geen taboes. Je moet overal open kunnen praten, want dat werkt helend en naar elkaar proberen te luisteren. Ja. Nou, hele fijne dag. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Nou, doei! Tot ziens!